De donateurs van de KNRM die kennen misschien het woord stopzak wel. En dan vooral van het donateursblad met de naam stopzak. Maar wat is de stopzak nou precies? Eigenlijk heel simpel. Dat is dit. Dit is de stopzak. En de naam is eigenlijk niet vreemd gekozen. Want wat doet de stopzak nou precies? De KNRM heeft een aantal strandreddingboten. En die worden vanaf het strand gelanceerd. En dan varen ze uit en dan gaan ze naar de plek des onheils om daar dan de redding uit te voeren. Dus ze keren altijd op dezelfde plek weer terug, want dat is natuurlijk vlakbij de boothuis. Maar ja, dan moet de reddingboot, moet door de branding voordat ze bij de kust kunnen komen. En als zij niet een stopzak bijvoorbeeld hebben, dan lopen ze kans dat ze door de branding schuin gaan varen en gaan snijden. En dat ze dus dwars op de golven komen te liggen en dan heb je de kans dat je gaat kapseizen. De stopzak voorkomt dat dus. Die hangt achter de boot, die houdt de boot stabiel. En recht remt de boot ook een beetje af en zorgt dus dat de boot door de branding kan breken en naar de kust kan varen. Ja. En het is natuurlijk eigenlijk best wel bijzonder dat op het oog zo'n simpele zak al zulke grote gevolgen kan hebben voor het varen van een boot. Dus dit is dan de stopzak.